Ik put uit mijn herinnering eigenlijk voor de inspiratie. Ja, vroeger als kind speelde je al met je broers en zussen. En op een gegeven moment hadden we Lego en Meccano. En die Meccano, daar baalde iedereen van, omdat daar al die schroefjes bij zaten. Dus daar ging ik toen mee spelen als jongste thuis. En zo is het begonnen. Meubels, surfplanken en dingen van gips heb ik gemaakt. En keramiek en grafiek. En krijttekeningen. En zo af en toe is een schilderijtje. Het is krijt. En deze vind ik dus het mooiste. Omdat ik hierbij een hele mooie gebogen lijn heb gebruikt. En ook heel sterk erg in heb gehad dat ik dus met het tekenen niet in de verkeerde bewegingshoek terecht kwam met mijn armen. Op mijn 30ste kreeg ik een psychose. Ik raakte helemaal in de war, waarbij ik in een wereld kwam te staan die onherkenbaar was. Nu met de nieuwe werkstukken let ik er meer op dat het iets is wat een beetje een positief gehalte in zich heeft. Meestal ging ik aan de slag. En dan rolde er vanzelf wat uit. Dus het materiaal wees de weg. Of ik kreeg ergens inspiratie door. Dit is dus een grafiek. Ik geloof dat deze die omvat meer dan 400 lijnen die naar een middelpunt getrokken zijn. En alle delen die zijn dus bij benadering even groot, maar omdat het een pseudo-rond gebeuren is, want alles is ingedeeld in vierkante pixels, zijn er dus hele kleine verschillen in de witte lijnen. Als je creatief bezig bent zelf, dan dan leef je in je eigen wereldje. Ja, het is gewoon heerlijk om iets te kunnen doen wat een resultaat oplevert.